De Pamaka-stam heeft wel een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het overleg dat de regering recentelijk had met de traditionele gezagdragers ter zake COVID-19. Volgens districtscommissaris Margreta Malonti heeft de centrale overheid vanuit haar verantwoordelijkheid ook met de stam gecommuniceerd. De functionaris zal de genomen maatregelen toch nog op schrift delen van het traditioneel gezag van de Pamaka-stam. Wat ik heb gedaan als burgermoeder, ik heb de maatregelen vertaald in de taal van de mensen. En ook hebben we via voiceberichten de mensen deze boodschap doorgegeven. Verder hebben we ook gebruik gemaakt van de plaatselijke radiostations en ook pamfletten. Soms is het heel moeilijk om echt ernstige zaken te laten doordringen bij mensen. Sommige mensen zien eigenlijk de ernst van de zaak niet. Vandaar dat wij ook in contact zijn getreden met de traditionele leiders. Met de gramang, met de hoofdkapitein, de basjas. Om de mensen ook bewust te maken van de situatie. In het Paramakaans gebied is het namelijk zo dat de mensen van het Paramakaans gebied ook wonen in Frans-Guyana. En normaliter gaan de mensen eigenlijk op familiebezoek. De grens is afgesloten. Ze kunnen niet meer de oversteek doen vanuit Frans-Guyana naar Albina. En eigenlijk is dit nu verhuisd naar, verplaatst naar Apatou, een dorp dichtbij Langatabiki. Daar vindt de oversteek wel plaats. En de traditionele leiders hebben toen een brief geschreven naar de districtscommissaris, mijn persoon, om eigenlijk de regering te vragen om wat eraan te doen. Wat wij hebben gedaan is dat we de mensen hebben laten komen in Paramaribo, de president, om ze dan persoonlijk toe te spreken. Tijdens de meeting hebben ze de mensen voorgehouden dat deze ziekte een ernstige ziekte is en dat het eigenlijk overdraagbaar is. Ze hebben een gewoonte in het binnenland. Als ze de brocodé hebben, als iemand is te komen overlijden, komen ze bij elkaar, ze maken plezier, ze dansen en ze doen van alles. We hebben ze toen voorgehouden dat ze nu deze zaak achterwege moeten laten. Het gaat om hun eigen bestwil. En als je bijvoorbeeld de regels wil overtreden, je doet het ook tegen je eigen mensen. De gramangs hebben toen gehoor gegeven aan de oproep van de president. En ze hebben toegezegd dat ze zullen meewerken. Wat ze wel hebben gevraagd is dat de overheid dan moet inkomen met politiemannen. Want zij kunnen dat werk niet alleen aan. Er zijn ook qua jongens in het binnenland die misschien geen gehoor zullen geven aan deze gezagdragers. Vandaar dat ze ook vragen dat de overheid ze dan versterkt met politiemannen en militairen. Wat er verder gedaan moet worden is dat de mensen voorlichting krijgen in de dorpen. Mevrouw Feira heeft toen de mensen voorgehouden dat heel binnenkort een team zal vertrekken naar het gebied om samen met de mensen te kijken hoe ze dit virus kunnen bestrijden. En dat het zich niet verspreidt binnen de dorpen. U kent de afstand, misschien is het nu bekend, maar vanuit de monding van de Marowijne rivier tot en met de Lawa, het is ongeveer 400 tot 500 kilometer. En om controle te hebben over deze lange rivier, kan je het zeker niet kunnen doen 100% zoals de mensen dat vragen. Het is een uitdaging, maar we moeten eruit.
samen met de gemeenschappen moeten we gaan kijken hoe we dit kunnen oppakken. Vandaar dat de mensen ook vragen dat ze de ondersteuning hebben van de centrale overheid. En de president heeft toen beloofd dat ze heel binnenkort de actie zullen verscherpen. Er zullen ook checkpoints komen, zodat als de mensen vanuit het binnenland vertrekken naar de stad, zodat ze gecheckt kunnen worden als ze eigenlijk besmet zijn van dit virus. DC, kunt u een oproep doen aan de gemeenschap in de taal om vooral de maatregelen die zijn aangegeven door de regering in acht te nemen als het gaat om de grenzen waar zij bezoekers ontvangen van Frans-Guyana in hun gebied en afstand houden van 2 meter en de andere regels die zijn gegeven? Ja, mie bali alasama wang lespekyo di. Abos kopia komoto fu galancha foto. Galancha foto mekem begin so. Hi gon tapu sabita ko wan siki kong de kai COVID-19. Atani fiene de kai corona. En hi gon tapu samade di kisha sikia. Au me dunsu dunsu sama e lasi libi. Bika ef wan siki kon miti yo. Ne ya be se ka fe si esa bita ki so wan san yo kon. Da cha siki kon miti yo. Ano fosi yo wani. Luku fu tref matre ikhal fu du ala so otu sani. Fu asiki. Aki ala sama. En so ook tu adia sanang. Ne de meke di asiki ya so do sanang. Gan lanti poti wantu weiti fu wi eke sana man holi ade weiti de fu asiki apanya. Ko taki di asiki kong dana tin sama asanang di kisha asiki de. Galanti meke muiti te taki no sigisi sama bete. Wansama kon lasi libi en achali. En we hope taki di gaduye pi ukaba asiki apanya go mo fawe make you safe e ke libi sama yepi galanti kwasiki apanya wafudeng sani di galanti aksi na taki chaipi sama amukomo makandi awampesi fugogi toli funa dansi fude sotu sani de oktu efi yo takyanga wansama nago tampu ko sube tumisi fwa sama afstand fu yu anga sama mude ongafer 2 meter. Efie koso koso, wisi na abia siki, bika wasabi efi ya bien, koso koso guayi kokwana. Nabasa sama mo, wisi si wansama, diabesi omelanga, nabasa imo, utakia udia fawe, naseke sama na. Efu tise kisi yu, tise guaini akosi di wei. Ofso tise guaini wampampila sakangisa te ikaba tise towen. A oprupia egogi alasama abuskonde. Wisha na buskonde ide. Wisi pe idene efusta tongo di mietaki. Aboskopuya aso degi yutu. Make you hold you safe na the weighty. Bika efa siki ya so kom ni abo kwa sanang sanang mi apoyita ki sana wan poti konde ma demoga konde diabi ala so tu material fu de sistema abi gan bigi data usu o me so tu instrument diabi masini fu meke sama bo wishi apoy bo sana na abi de sanli de wan hipi fasi fu ye piwi efa siki de kombo kwa sana. Nede meke na wisefi eke sana man muye pilanti fasiki aso aboko kwa wi. Meke u holi usefi na de weti di lanti poti. So sefi ye yepi sefi, ye yepi burman, ye yepi hisana konde. Gantangi u holi wa de weti fu aga lanti fu sana.